Hey, hallo en welkom. Hier zijn we weer met een nieuwe boodschap. Terwijl ik eigenlijk niet gepland had om dit op te nemen of een boodschap te maken. Maar ik werd gevraagd door mijn gidsen en mijn zielenfamilie, mijn sterrenfamilie, de Arcturiërs. Het Council van Arcturië, van licht. Ik ben eventjes aan het kijken naar mijn poezen, want ze maken veel lawaai. Hebben ze mij gevraagd om deze informatie met jullie te delen. Waarom? Omdat veel mensen nu vastlopen en heel veel angst voelen door het corona, door de Amerikaanse verkiezingen, door alles wat er nu in de wereld gaande is. En de boodschap die ik met jullie wel moet meegeven is dat zelfliefde de sleutel is naar vrijheid. Waarom? Net omdat we dat nooit geleerd hebben, dat zelfliefde de sleutel is naar vrijheid, is het belangrijk om hier bij stil te staan, om dat met jullie te delen. En het leven in de 3D-matrix, in de 3D-dimensie, heeft je geleerd om te doen wat de anderen van je verlangen. Je hebt geleerd, je hebt gezien dat wanneer je anderen op de eerste plaats zet en hiermee je eigen verlangens en behoeften verwaarloost, dat je meestal ook daarvoor erkenning krijgt, daarvoor bevestiging krijgt, daarvoor goedkeuring krijgt, daarvoor liefde krijgt. Maar nu meer en meer mensen toegeven dat ze ongelukkig zijn, is het belangrijk dat ze ook de tijd gaan nemen om te voelen wat dat je wel gelukkig maakt. En dan ga je ontdekken dat hoe dat je het altijd gedaan hebt, wat je altijd geleerd hebt, dat dat niet meer de manier is om het te gaan doen. En daar komt het virus eigenlijk van pas. Want veel mensen worden nu weer noodgedwongen stilgezet. Wat dat uiteindelijk een kans is om te gaan kijken waarheen dat je nu echt wil gaan met je leven. Wil je verder geleefd worden of willen ze zichzelf voorbij lopen in deze ratrace? Of is de tijd dat je eigenlijk jouw lang gehoopte, verhoopte dromen gaat gaan erkennen en gaat gaan najagen. Nu, het is geen geheim dat de meeste mensen, wanneer dat ze gaan sterven, vooral spijt hebben van de dingen die ze niet gedaan hebben. Ze hadden gehoopt op nog meer tijd. Tijd, zodat ze nog meer dingen konden ervaren. En ik zeg bewust ervaren, omdat het nooit gaat om hoeveel auto's je hebt, of om hoeveel geld je op je rekening staan hebt, of in welk huis je hebt gewoond. Want tenslotte, als je als ziel ervoor kiest om dit leven achter jou te laten, dan neem je al die materiële zaken niet met je mee. En dat weten we allemaal, en toch laten we ons nog altijd in de valkuil laten lopen rond die materie. En dat zijn natuurlijk allemaal leuke dingen, maar de werkelijke voldoening ligt hem in de ervaring die dat voorwerp voor jou heeft meegebracht, die dat voorwerp jou gebracht heeft. En eigenlijk zelfs nog meer met wie dat je die ervaring kon delen. Vele generaties lang werkten mensen zich te pletter om een zekere mate van welvaart te bereiken. Om dan, wanneer dat ze op pensioen waren, er te kunnen van genieten. En daarvoor betalen we belastingen om later zeker te zijn van ons pensioen. Wat uiteindelijk, als je kijkt wat er gebeurt, voor vele mensen een magere troost is, dat pensioen. En ervoor zorgt dat ze met moeite het dak boven hun hoofd kunnen betalen. Laat staan dat ze dan nog geld genoeg over hebben van dat pensioen, waarvoor ze, als ze eigenlijk een gans leven hebben gewerkt, een gans leven zichzelf aan de kant hebben gezet in functie van het verwezenlijken en meehelpen verwezenlijken van iemand anders syndroom, om dan nog leuke dingen te kunnen gaan doen van dat pensioen. Om de wereld in te trekken, om nieuwe dingen te gaan leren. Nee, het mag wel duidelijk zijn dat het systeem niet langer klopt. Kijk maar naar het onderwijs bijvoorbeeld. Hoeveel volwassenen zullen je vertellen dat ze heel veel zaken geleerd hebben op school, dat ze heel veel zaken van buiten geleerd hebben, van buiten geblokt hebben, omdat ze het moesten kennen. Maar het sprak niet tot hun ziel. En dus nadien zijn ze het onmiddellijk weer allemaal vergeten. En op dat punt vonden ze geen verbinding met de leerstof, waardoor dat heel moeilijk was om dat te absorberen. Terwijl het veel eenvoudiger is om je te verdiepen in zaken waar dat je ziel wel die verbinding mee voelt. En dan lijkt het alsof je alles al wist. Je hoeft geen extra nachten mee wakker te blijven om de leerstof te gaan begrijpen, want je weet het al.
En alle systemen die we nu nog kennen in deze maatschappij zijn er gekomen vanuit het idee dat mensen niet voor zichzelf kunnen zorgen. Of vanuit het idee van een aantal elitepersonen heel lang geleden die wilden de controle hebben over een aantal mensen. Maar ook het idee dat kinderen geboren worden als een onbeschreven blad en niks weten. En op dat punt ga je voorbij aan jouw ware essentie. We zijn hier niet voor de eerste keer op aarde om een menselijke ervaring op te doen. We zijn oneindige zielen. En we zijn allemaal een andere uitdrukking van die bron, van het universum. En dus hebben we allemaal evenveel kansen. We zijn allen één. We zijn allemaal gelijk in onze individualiteit. Gelijk, maar hebben toch allemaal een andere uitdrukking, een andere kleur, een andere energie. Dus waarom zou het dan logisch zijn om iemand anders voor jou te plaatsen? Waarom zou jij elke dag gaan werken in een job dat je niet graag doet? Waarbij je werkt aan een droom van iemand anders. Terwijl je eigenlijk die tijd en die energie zou kunnen steken in het verwezenlijken van je eigen dromen. En zelfliefde vanuit een egoïstische manier, waarbij de anderen voor jou moeten zorgen en jouw dienaar zijn, dat is geen zelfliefde. Dat is egoïsme. En het is hooguit een vervormde uiting van een gekwetste ziel die nooit geleerd heeft om zichzelf lief te hebben. Laat staan om liefde in zijn pure vorm te ervaren en te delen met andere mensen. Als ik iets geleerd heb de laatste jaren, dan is het wel zo dat leven vanuit een hoger bewustzijn, het ontwaken, eigenlijk ontdekken is dat je ertoe doet. Dat je belangrijk bent en dat je een schakel bent in deze enorme verandering die nu plaatsvindt op aarde. Afgelopen week hebben we onder invloed van de volle maan en een aantal andere astrologische en energetische gebeurtenissen een kwantumsprong gemaakt. Je hebt het misschien ervaren, je hebt het misschien niet ervaren, maar de aarde heeft haar energie opnieuw verhoogd. En het kan zijn dat dat ervoor zorgde dat je heel moe was, dat je misselijk was, dat je hoofdpijn ervaarde. En dat komt dan omdat je fysieke lichaam moet wennen aan die hogere energieën dat de aarde ondertussen heeft geïntegreerd. En dat maakt dan weer meer mensen wakker geschud gaan worden. En die mensen, zeker als ze nog niet wakker aan het worden waren of nog niet wakker waren, die gaan op dit punt doorheen een hele moeilijke periode en zien enkel nog hoe alles in elkaar steekt, hoe alles verkeerd gaat, hoe dat geliefden om hen heen ziek worden en misschien zelfs sterven, hoe dat andere mensen worstelen, hoe dat mensen hun job verliezen, hoe dat anderen kiezen voor zelfmoord als een uitweg, welke faillissementen dat er gebeuren, de rellen die er zijn. Het bevestigt allemaal hun idee dat de aarde kapot gaat. Dat de apocalyps nu is. En de apocalyps is voor een stuk ook aan nu. Maar niet in de zin dat de aarde vernietigd wordt. En we zoals de dinosaurussen gaan uitsterven. Wel, voor een deel misschien wel. In die zin dat we allemaal afgebroken worden tot onze puurste staat van de zijn. En hierbij wordt alles verbrand dat niet de waarheid is. Alle illusies komen naar boven. En daarom is het belangrijk om doorheen deze komende maanden boven angst te gaan staan. Of het nu angst is van jezelf, of angst van anderen, of angst die getriggerd wordt door media, kijk vanuit een hoger perspectief naar wat er aan het gebeuren is. Hou het leuk, hou het licht. En vooral denk aan je dromen en wat er voor jou ligt, van wat er nog allemaal mogelijk is. Namelijk het verwezenlijken van je dromen op een moeiteloze manier. Overvloed, innerlijke rust, vrede, harmonie, de liefde van je leven. Kortom, een wereld die gebouwd is vanuit onvoorwaardelijke liefde. Dat zijn we op dit moment aan het samen aan het vormgeven, samen aan het creëren. Want uiteindelijk, heel veel mensen zijn op zoek naar die puurste vorm van liefde. Maar ze geven het nog niet aan zichzelf. En ze blijven anderen op de eerste plaats zetten omdat het zo hoort, omdat ze het zo geleerd hebben. Nee, mooi mens, het hoort niet zo. Je hoort niemand anders te verafgoden. Je hoort niemand anders te verheerlijken, want jij bent de ander en de ander is jij. Alleen in een andere gedaante, in een andere uitdrukking, in een ander vervoermiddel, in een ander lichaam, maakt niet uit hoe je het noemt. Onthoud dat je niets kan ervaren zolang dat je het niet aan jezelf geeft. Je kan niet verwachten dat iemand anders 1000 euro voor je diensten gaat betalen als jij zelf jezelf het niet waard bent of voelt om 1000 euro te gaan investeren in jezelf. Denk erover na.
De maatschappij zoals we ze kennen en gekend hebben, dat werkt niet langer meer. Dat mag wel duidelijk zijn. Alleen weten we nog niet goed hoe het er dan wel mag aan toe gaan in die nieuwe maatschappij, in die nieuwe wereld. En weet je wat, mooi mens? Dat hoef je nu nog niet te weten. Het enige dat jij te doen hebt, is te focussen op je eigen groei, op je eigen ascensie. En zorg ervoor dat je eigen energie verhoogt. Ga anders gaan denken. Werk aan elke blokkade die naar boven komt. Maken de resultaten van de Amerikaanse verkiezingen jou bang? En ik moet zeggen, op dit punt, terwijl ik de video maak, heb ik totaal nog geen idee hoe dat het gaat verlopen. En dat heb ik ook bewust gedaan. Wel, kijk dan waar dat je bang voor bent. Want als je bang bent voor zaken die gebeuren in Amerika of ergens anders op de wereld, of zelfs gewoon in ons eigen land, dan betekent dat dat je jouw kracht weggeeft aan een bron buiten jezelf. Je bent geen slachtoffer dat allerlei regels en beperkingen moet volgen. Ook al lijkt het niet zo, maar je bent wel vrij om te gaan en staan waar je wilt. Je bent vrij om jou te voelen zoals je wilt. Je bent vrij om te kijken en je te omringen met mensen waar je wilt. Alleen besef dat alles wat je tot jou neemt, wat je in je energieveld toelaat, wat je absorbeert, dat bepaalt mee wie dat je uiteindelijk bent. Wat dan uiteindelijk jouw energetische frequentie bepaalt, en hiermee dus ook bepaalt hoe dat jij de wereld om je heen ervaart. Dus omring je je met mensen die alleen maar negatief bekijken, en alleen maar angst zien, alleen maar doemscenario's zien, ja, dan is dat logisch dat jij zelf ook alleen maar die zaken gaat gaan zien. Dus dat betekent dan weer dat dat ook jouw manifestaties gaat gaan beïnvloeden. Kortom, wees wijs. Gebruik de energie die je hebt voor jouw hoogste goed, want dat zal automatisch ook voor het hoogste goed zijn van iedereen die betrokken is. Jaag je dromen na, zelfs in deze rare crisistijden, en ik noem het zelfs niet graag een crisistijd, want eigenlijk zijn het prachtige tijden als je er op een andere manier naar gaat kijken, maar zelfs nu zijn er heel wat nieuwe initiatieven ontstaan. En onthoud dat succes niet is wat anderen ervan vinden, of hoeveel jij erdoor verdient. In de eerste plaats gaat het over hoe dat jij jou erbij voelt, en hoe dat jij jouzelf gaat gaan realiseren in dit leven. Welke vervullingen dat jou brengt om jouw talenten en jouw essentie vorm te geven in diensten en producten, wat dan ook, zodanig dat dat weer ten dienste is van het welzijn en de welvaart van anderen. Daar gaat het leven vanuit de hoge bewustzijn om. En zoals ik ook de klanten leer in de videoserie Manifesteer je beste leven, het geheim ligt hem niet in de logische aanpak van alles, maar net in de verbinding die je hebt met jouw eigen energie. En de manier waarop dat jij dat vormgeeft en wegstapt van de illusies wat materie jou toont. Van de illusies die je geleerd hebt in de 3D, in de Matrix, of hoe je dat ook wil gaan noemen. Dan gaat het leven voor jou stromen. Dan gaat het universum voorzien in al jouw behoeften. En nee, niet in wat je denkt dat je nodig hebt, maar wel in datgene wat je daadwerkelijk nodig hebt. Dus vertrouw erop dat dat ook zo werkt. Dat het universum, eenmaal dat je stappen zet, het universum jouw situaties brengt, jouw personen brengt. En je zal zien dat na elke storm de zon weer schijnt. Dus ook na deze moeilijke crisis, moeilijke periode, de wereld gaat niet onder. Nee, we worden herboren. We zullen als collectief herrijzen, als de kristallijne wezens die we zijn. Met behoud van al onze talenten en onze gaven. Dus, het is aan jou de keuze. Ga je mee en geef jij jezelf de kans om opnieuw te worden geboren als de zuiverste versie van je diepste essentie? Of blijf je liever in het comfort dat je nu kent? Wat misschien, en eigenlijk heel hoogstwaarschijnlijk gecreëerd is op illusies en valse beloften. Ik weet door ervaring dat door de donkere delen van jezelf gaan heel uitdagend en heel lastig is. En daarom zeg ik ook altijd aan mijn klanten van, geef jezelf het geschenk om je te laten ondersteunen door iemand die tot je hart en je ziel spreekt. Door iemand die jou de weg toont. Want samen vormen we die nieuwe wereld. En die, mooi mens, de nieuwe wereld is hier nu al. Het enige wat je moet doen is je energie verhogen zodat je hem ziet. Start vandaag nog met jezelf liefde te geven. En ja, ik zal eerlijk zijn en jou tegelijkertijd ook waarschuwen.
Liefde is helend. Want alles wat dan niet de frequentie heeft van de zuiverste vorm van liefde, dat zal getriggerd worden en dat zal naar boven komen. Maar enkel en alleen met als doel te worden geheeld, te worden getransformeerd. En dat is ook hetgeen wat je nu echt ziet gebeuren in de wereld. Omdat meer en meer mensen wakker worden, meer en meer mensen zichzelf die liefde geven en het licht channelen, ontvangen en doorsturen en de vrijheid hiervan omarmen, komen er natuurlijk ook veel meer donkere geheimen en schaduwen naar boven. Niet omdat we bang zouden zijn, nee, enkel en alleen omdat ze zouden geheeld worden, omdat ze zouden beseffen wie dat we zijn en wat dat we hier eigenlijk komen doen. En dat is wat we allemaal te doen hebben. Dus begin bij jezelf en dat zal zijn effect hebben op het grotere geheel. Want we zijn nu eenmaal allemaal met elkaar verbonden, of je het nu wilt of niet. Daar kunnen we niet van onderuit. En dat is de les die we aan het leren zijn. Leren samenkomen in eenheid en tegelijkertijd onze individualiteit behouden. Maar daarvoor is het belangrijk dat jij goed weet wie dat je bent en wat dat hier komt doen natuurlijk. Zo, ik wil deze boodschap die niet alleen via, die wel via mij komt, maar die niet van mij is, die eigenlijk van de Arcturian Council of Light komt, wel dit beëindigen in oneindig veel licht en liefde voor jou. En ik stuur jou de kracht die je nu nodig hebt om dit avontuur aan te gaan. En weet, onthoud, dat je nooit alleen bent. Dus durf te vragen om hulp en geef vooral toestemming dat je geholpen wordt waar nodig. Zo, veel liefs en tot in de volgende.